الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة ولم يقل الصلاة؟ De tweede pilaar is het onderhouden van het gebed. Waarom heeft de profeet Sallam gezegd het onderhouden van het gebed en niet het verrichten van het gebed? Zodat je het gebed in uitvoer brengt zoals de profeet Sallam heeft bevolen. Het gebed is onderverdeeld in twee categorieën, het verplichte en de extra bidin. De verplichte gebeden zijn vijf. En het vrijdaggebed. Het vrijdaggebed is vanzelfsprekend geldig alleen op de vrijdag. En de vijf gebeden die herhalen zich gedurende de hele week vijf keer per dag. Deze verplichte gebeden die zijn verplicht om na te komen in het gezamenlijke gebed. Door een moslim die zijn verstand heeft en de puberteit heeft bereikt. En degene die het gezamenlijke gebed niet bijwoont, is een pure huichelaar.